Welkom bij de Robert Vlog. Vandaag zijn we in de auto in Pluto onderweg naar Wezen Airport. We hebben net geslapen in Beeldhoven, dat was super chill. We zijn nu al halverwege van Den Haag. We zijn over een uurtje, het is wel een beetje nat buiten, dus dan moeten we even nat worden in de regen. Het is echt best wel irritant, om het zo te zeggen. Maar dat komt wel goed. Ja, oké. We rijden Duitsland binnen. En de weg is kut. Nice. Oké. We zijn in het dorp Wezen. Hier Pluto laten. We zijn net in Pluto pakken. We moeten het fucking grote tassen nog 5 kilometer naar het ding skaten. Naar het vliegveld. We zijn aan het skaten naar het vliegveld. Jesse heeft een dikke vette overvolle setup hier zo. Het moet alleen wel snel zijn, want zo meteen gaat het stormen. Ja. Het gaat kut worden. Kom maar goed. We zitten bij het vliegveld. Jesse heeft zijn hangmatje opgehangen. Fucking chill, want die moet hier nog even een uurtje wachten. Want Elias en zo, die komen zo meteen. Liggen lekker hier zo. Ja man. Fuck ja. Ik vind het wel goed. Oké, dus Robert vond dat ik te veel zwek had. En die komt boven me hangen. We gaan in ieder geval proberen, want hier hangen we tenminste droog. It's like, dit is Robert. Fucking sick setup. We zitten met z'n tweeën boven elkaar in een hangmat op het vliegveld. Net chillings. We zijn met vliegtuig, we gaan zo meteen boarden. A rock to it, a freak to it, and to the beat to it, it's unique music. This is how we do it. Shacking cocks, plots, and perfects clever scams. You can't find a better man in the Eddie Vedder jam. MCs can't see the flow, unbelievable. We set records even when the need is broke. Don't need the dough, ask if more bank for your buck. The only lands it cannot, they can't handle the puck. Play penalty killers. Passing poke check when black flows jet. There's more cash than OPEC or Exxon. Cons exploit the oil fields of the inner city. Someday I hope the soil's heal. I toil building a dream where my future can stay. No. Hey, het is alweer dag 3. Yes, ja. Is een tijdje gestopt met filmen. Ja, weet je, het was een beetje waar aan het skaten en leuke dingen aan het doen ofzo. Ja, dit is dus de kamer. Het is al aardig een troep aan de, aan de meisjeskant. En aan Jesse's kamp, mijn kamp is echt een complete chaos. En hier bij mij is het natuurlijk echt ultiem netjes, want dat is mijn rol. Vandaag gaat het waarschijnlijk stormen, dus we gaan zo meteen even de hangmat opzetten in de bocht. Dat kan je zo meteen ook zien op de film. Ja. En dan gaan we naar de tent. Hey, dag, chillen. We zitten nu en we hebben net 3 kilometer gelopen met 2 hele shady guys. Want ja, we via een random nummer gekregen van een skater. We dachten een goedkope autootje kunnen fixen, even autootje. Waar we geen creditcard bij nodig hadden. Maar nu gaan ze ons, we zijn aan het wachten en ze zeggen 200-300 euro en weet ik wat allemaal. Dus we gaan maar gaan zien. Ik zeg, luister, ik heb niet meer dan 120 euro over voor deze shady business. Hey Robert,
Wij hebben ondertussen dus een auto. Wat echt de raarste Roemeense transactie is geweest die ik ooit heb gezien. Dat is echt heel raar. Het is allemaal goed gekomen. We hebben allemaal lopen cash betalen. Die grote was voor mij drugsdealers. Maar het is allemaal goed. We hebben een Dacia Logan. Ja. Kijk eens hierboven. We staan onder een dikke vette klif. We zitten in een Roemeens natuurgebied. En even de tent opzetten. Of de hangmat even opzetten naast de rivier. Heel erg mooi. Lekker barbecue vuurtjes ook. Ja, wat nice. Nou, we hebben een spot gevonden. De hangmatten liggen daar. Hallo. Wet nice. Op een best wel steile helling. Ja, het was echt een kutwerk om op te zetten. Dat was echt kut. We hebben vuur kunnen bouwen. We zijn nu worstjes aan het proberen te braden. We zitten recht aan een rivier. Maar, will be nice. Welkom bij de Robert Tips Vlog. Vandaag Oreo's in Roemeens bergwater van een klein riviertje. Ja. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yo, Apollo, take us to the Brooklyn Bridge, son. Holy shit, kijk eens nou wat we hebben tegengekomen. We lopen nu een hele lijpe plek binnen waar allemaal gekke Chinese gebouwen staan. Net in the middle of nowhere. Yes, heet het gespot. In ene reden weer een 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Holy shit. We hebben een super chill. Kijk hoe het ligt. Fucking zwoel. We hebben een super chill muurtje gevonden. Fucking nice. Als het goed is, is dat de Riders House. En dit is een 3-sterren restaurant. Maar we zitten bij een random 4-sterren hotel die helemaal leeg is. Ja. En we chillen maar gewoon hier lekker gratis. Where we go. Nou, dit is dus ons uitzicht van ons kamertje bij de Riders House. Zo, en we gaan zo meteen even naar het kasteel even bezoeken. Go swim? Yeah, all the way. I'm not even kidding, I'm actually gonna do it. I'm so tempted to do it. We hebben hier 2 dagen gechilled. We gaan zo meteen, of morgen gaan we met Robert Cornelissen weer door. We zijn momenteel bijna bij de Transalpina. Het is hier fucking prachtig. Dit is dus de weg naar de Transalpina track. Het is de grootste toevallingsweg voor dit natuurgebied. Het is echt dit. Dit is echt de grote kuilenontwijk game. Zeg dit. Nog 40 kilometer te gaan. Denken we de weg kwijt zijn, Robert? Het wordt alleen maar erger. Top van de Transalpina. Fucking sick. Ja, beneden was er 32 en hier is er 8 of zo. Ik ben terug in onze Dacia. Onze Dacia. Oké, moet je eens kijken wat voor fucking weg we rijden. Het is fucking off-road. Een off-road Dacia, maat. We zoeken een campingplek. Dit is echt teringskut. Kijk, we zijn er. Ja, we moeten even een plek hebben. Kan je even een filmpje maken van die koeien bij de auto? Bij Brandon. Dat zijn de koeien. Dacia. Fantastische campingspot. Kippetje van het vuur. Nice. Sweet. En dan hebben we helemaal hier. Het eiland der hangmatten.
Hey, we zijn weer bij de Transalpina. Verdomme. Kijk, trek. Niet te doen. We gaan zo skaten. Nice. Check. En het mist. Ja, het mist niet. We zijn gewoon in de wolken. Fucking sick. Wij gaan. Gaan, let's go. A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that could change your life? Use that moment just to show your light. Fucking storm. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Schapen. Fucking veel schapen. Nog meer schapen. Elke dag schapen. Hij doet het niet echt. Ik denk dat hij kapot is. Ja, zie je, jou doet het wel. Schapen. Ezel. Hond. Herder. Je houdt iedereen op. Ongelooflijk mooie kamp. Moet ik nog eventjes vastleggen. Hij is fucking prachtig. Mensen hadden het een beetje koud. Ik noem geen namen, Robert. Nou ja, maat 2. Prachtig. Elektriciteit volgens Roemeens straatschema. Vier stoppen voor één lamp. En... ja, en als je kijkt, zijn er drie kapot en eentje doet het. En we hebben ook één lamp die het doet. Vet kut. Zes puppies. Jacht naar een paar schoenen. Echt één. Alleen, we zien betrekkelijk weinig. Ik denk dat het alleen maar erger wordt. We zien even op één schoen. Ah, dat, dit is dus de huidige situatie. Je ziet geen flikker. Nog steeds geen schoenen. En nog steeds geen schoen. Dan moet hij hier bovenaan, moet die schoen liggen als hij er ligt. Oh, ik heb hoe snel die auto in de mist vergeten. Oh, en weg is hij. Nou, zijn we in de Timosara. Konden we een blabla-car. Fucking chill. Nice. Wat een ongelooflijk mooie hostel. Die eigenlijk nog niet open is, of niet klaar is. Maar het is wel mooi. We hebben het alleen nog eentje. Hallo. We gaan zo meteen de stad in. De eerste stad in, morgen opruimen. Dit is zaterdagavond en morgen vliegen we in huis. Ja, bijna het einde. Fast forward, we zijn terug. Hallo! Nog eventjes niet. We zitten in Pluto, de vakantie is voorbij. We hebben net gevlogen en nu gaan we weer naar huis. Dankjewel voor het kijken naar de Jesse-vlog. Ik hoop dat je vooral wel mijn mooie foto's hebt genoten. En tot de volgende keer!